onze heren, hier in ons huis, Den Haag, live from Den Haag, voor gemeenteraadsverkiezingen 21 maart, worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden in diverse gemeenten. En Stichting Hemlook en Stichting Kenniskring, twee broederorganisaties, hebben gemeend om gezamenlijk 3 debatten te organiseren. En vandaag de 3e, de final. En we hebben voor een format gekozen waarbij we hebben gezegd van, we gaan iemand anders vragen. Iemand die dus die ervaring heeft in de politiek. Ik ga er straks introduceren. Maar die persoon die heeft Tweede Kamer ervaring, ervaring op het gebied van jongeren en diversiteit. En is welbespraakt en heeft altijd voor Kenniskring Nederland-Suriname gesproken. Maar dat straks. Even de huishoudelijke mededelingen, dames en heren. Voor zover dus wij formeel dat moeten zeggen. Mag ik alvast Sarnami TV hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid, voor de opname. Wordt het uitgezonden? En hoe kan het anders? Zowel in Nederland als in Sarnami. En als het even kan, doen we dat ook in India, Nederland, Suriname, want hij komt op YouTube. We hebben 13 kandidaten. 10 zijn van Den Haag en 3 zijn ambassadeurs. Buiten 070. De 3 hebben we met name uitgenodigd omdat ze ook altijd een warm hart toedragen voor wat betreft de activiteiten van Kenniskring Nederland-Suriname. En ze zijn ook voor ons ambassadeurs. Ja? Zonder 1 eruit te halen om wat te zeggen, maar Bhayanar Singh, ja, van harte welkom. Kandidaat in Rotterdam, maar heeft altijd voor onze foundation gewerkt, altijd voor Kenniskring gedaan. En daarom namens alle kinderen van KK ben je hun KK ook, hè? Oké, groeten ook aan Kaki thuis. Dames en heren, we gaan beginnen. Ik ga verder niet meer praten, alleen maar op het eind. We hebben gevraagd aan een van de beste debaters van diaspora uit Nederland. En bijna wil ik zeggen, van Tweede Kamer, van alle overige kamer. Iemand die een warm hart toedraagt voor wat betreft jongeren, vanwege jeugd, diversiteit, programmamanager op een college. Ze woont niet in Den Haag, ze is van Amsterdam, maar eigenlijk is ze ook van Suriname. Ze is ook van de Antillen, ze is een Jaja Sisa. Dames en heren, mag ik een warm applaus voor Tania Janana Singh. Nou zeg, wat een introductie. Heel hartelijk dank. Dank je wel, dank je wel. En u hoort nu al het muziekje en dat is niet voor niets. Het is inderdaad The Eye of the Tiger. We hopen inderdaad op een spannend, goed en dynamisch debat. Maar ook heb ik Lex bereid gevonden om mij te helpen. Te helpen bij dat het niet te lang aberen wordt. Dus ook niet van u de zaal, als u maar 80 vragen gaat stellen, zeggen nee. 1 vraag per persoon, meer dan genoeg. Maar ook de kandidaten. We gaan u allemaal echt proberen kort te houden. Niet omdat we u niet interessant vinden, maar gewoon omdat de tijd ook een iets is waar we echt rekening mee willen houden. Lex gaat me daarbij helpen. Als u dit hoort, dan weet u van oké, het is klaar. Het mooie is ook, het is 2018. En in 2018 is het zo dat vrouwen, sorry heren, ik mag het wel zeggen van mijn echtgenoot, ik weet niet van die andere mannen, maar eigenlijk stiekem wij vrouwen nemen gewoon de wereld over. En dat doen we niet alleen vanavond, dat doen we eigenlijk continu. En om het te illustreren is vandaag ook mijn assistent, niet een vrouw, maar om het mooi allemaal een beetje te keren, heb ik een geweldige, liefstallige assistent daar. Arnold, je moet nu niet zo verlegen doen. Ja, Arnold Dwarka. Maak applaus. En ik moet u eerlijk zeggen, toen ik Arnold appte dit weekend van we gaan samen, gaan we deze avond tot een hele mooie avond maken. Toen zei hij, mevrouw Tanja, u kunt op mij rekenen. En het mooie is dat ik eigenlijk hoop dat wij allemaal vanavond dat ook tegen elkaar kunnen zeggen. Dat we ondanks verschillen die hier allemaal zijn, want al deze geweldige kandidaten staan voor verschillende partijen, maar dat ze wel erop kunnen rekenen dat u straks aan uw familieleden, aan uw kennissen zegt ga stemmen. Op basis van wat u hier vandaag hoort kunt u zelf natuurlijk bepalen op wie dan. Maar vooral laten we naar die stembus gaan. Want het is bedroevend gesteld als het gaat met name over de Hindoestaanse, Surinaamse mensen die gaan stemmen. Opkomst is bedroevend laag. En deze geweldige kandidaten hebben u daar gewoon bij nodig. Mijn partijkleur kent u. Maar toch wil ik zo onafhankelijk mogelijk zijn. Dus heb ik daarom Arnold gevraagd om ook steeds met kaartjes te werken. Dus ik wijs geen mensen aan. Het lot zal bepalen wie op welk moment
op welke stelling of kwestie zal gaan reageren. Dit om de eerlijkheid hier te garanderen. Vanavond kunnen jullie kandidaten laten zien waar je echt voor staat en gaan deze mensen beslissen of ze wel of niet op u gaan stemmen. Hoe gaan we het doen? We gaan beginnen met de stelling. Na de stelling komt er een kwestie en daarna bent u aan bod. Allereerst haal ik naar voren een dame. Kom maar. Ja, jonge dame. Kom naar voren. 30 seconden. Dank je ook voor de snelheid. Je naam in 30 seconden. Wat wil jij over 4 jaar hebben bereikt? Nou, mijn naam is Angela Soeklo, ik ben van D66. En wat ik over 4 jaar wil hebben bereikt is dat het schuldenproblematiek in Den Haag op een beter niveau komt te staan zoals het nu is. En dat we het armoedebeleid ook tot een ander niveau kunnen brengen. Te veel waarvan ik denk, ja, maar dat zijn wel hele grote termen. Maak het concreter. Armoedebeleid, schuldenproblematiek, wat moet concreter? Wat betekent het voor deze mensen hier in de zaal? Geef een voorbeeld. Als u te maken heeft met schulden, dan moet dat gewoon veel simpel zijn en een makkelijkere plan van aanpak bij de gemeente dat u er vanaf geholpen kan worden. Okay, dus dat het sneller kan. Mooi, ja. Dankjewel. Hartelijk bedankt daarvoor. Applaus voor deze jonge dame. En zij was natuurlijk als eerste, dus haar heb ik het even iets moeilijker mogen maken. Maar ze kwam er heel goed uit, heel goed vanaf, prima daarvoor. Maar aan alle andere kandidaten, zo concreet mogelijk. Dan vind ik het leuk om jou naar voren te halen. Joy. Nou, je hebt al een beetje verklapt. Joy Winderman, namaste, assalamu alaikum. De vraag is, waar sta ik over 4 jaar? Voor ondernemers komen we met een Haagse Academie voor Ondernemersvaardigheden. Dat ondernemers van ondernemers leren. Bij een starter of ervaren ondernemer bij elkaar in de keuken kijken. Want ondernemerschap is een belangrijke motor voor banen. Maar ook voor mensen die een kans zoeken op de arbeidsmarkt. Keurig. Dames en heren, Joy. Prima. Gaat jou gewoon. Ja. En dan ga ik naar de andere kant. Kom erbij. Mooie jurk aan, alles. Ja. Wie ben je? Wat ga je over 4 jaar betekenen? Ik ben Rosita Drichtbal, goedenavond allemaal. Ik wil over 4 jaar hier staan dat mijn kinderen, ik heb er 4, terug kunnen kijken en kunnen zeggen, de situatie is er beter op geworden. Denk aan onderwaardering op scholen en de vele dingen waar zij tegenaan lopen als jongeren. Ja, mooi, hartelijk bedankt. Mooi dat je het persoonlijk maakt. En inderdaad, want het politiek is persoonlijk en het persoonlijk is ook altijd politiek. En natuurlijk stel je stiekem mijn hart door het over jongeren te hebben en onderwijs. Daar ga ik mijn hart heel snel van kloppen. Maar mijn hart gaat ook heel erg snel kloppen van die mevrouw. Henna, kom erbij. Lieve, lieve Henna, over 4 jaar, wat hebben we van jou gemerkt? Goedenavond allemaal. Ik ben Henna Matura, sta op de lijst van CDA nummer 11. Wat ik bereikt heb, nou, ik zie het al voor me. De ouderen die zo eenzaam waren, die zijn uit hun eenzaamheid gehaald. Ze zijn heel erg gelukkig, ze voelen zich thuis en vooral veilig. En ze genieten van hun laatste levensdagen. En ik denk ook aan de vrouwen die in de bijstand zitten, weer zijn gaan werken en ze kunnen werken aan hun eigen talenten en hun eigen bedrijf. En schooluitval is aanzienlijk verminderd. In 30 seconden. Dit gaat goed. Kom erbij. Dames en heren, heeft u het gemerkt? Ze kunnen het gewoon, hè? 30 seconden. Ongelooflijk. Heb ik eerlijk gezegd nog nooit meegemaakt. Meestal moet ik mensen vragen om af te ronden. Dus Janice, de lat ligt hoog. 30 seconden. Goedenavond, lieve mensen. Mijn naam is Janice Roepraam, de nummer 3 van Groep De Mos Hart voor Den Haag. Over 4 jaar gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. Meer verpleeghuizen met een ziekenboeg, een wijkzuster aan huis. En inderdaad, zorg op maat is enorm belangrijk. En over 4 jaar wil ik als volksvertegenwoordiger, genaamd Janice Roepraam, dat mensen mij herkennen als zichtbaar, aanwezig, betrokken en hart voor Den Haag. Dat ben ik, Janice Roepraam, over 4 jaar. Wow. Dankjewel. Winesh, kom erbij. Winesh, ik ben zo ontzettend benieuwd.
Want ik las iets over jou op Facebook of ergens. En toen dacht ik, deze jongen heeft weg. Echt van die ongekende talenten. Want het blijkt dat jij... Je bent voor een of ander heftig rijbewijs bezig. Motorrijbewijs, inderdaad. Ja. Ik heb mijn duikbrevet gehaald. Dat was het. Hij heeft dus het duikbrevet gehaald, vond ik zo grappig. Want ik denk, nou, is het niet zo echt heel Hindoestaans of zo? Nee, absoluut niet. Ik heb ook een seizoenskaart voor ADO Den Haag al jarenlang. Dus wat dat gaat, heel divers. Heel, heel Haags. En ja, ook in de Mandir te vinden. Dat heb je vast ook wel op Facebook teruggelezen. Dus ja, diverser kan niet. Diverser kan niet. En neem ons mee in die diversiteit van jou. Waar staan, wat ga je hebben bereikt over 4 jaar? Ja, mijn naam is Vinesh Lalta. Ik sta op plek 13 van D66. En over 4 jaar hebben we veel meer mensen aan de baan geholpen. Over 4 jaar zijn er veel minder kinderen die in armoede opgroeien. En als het gaat om de diversiteit, dan gaan we als D66 ervoor zorgen dat er niet alleen aandacht is voor Kerst, maar ook voor Kitty Kotti, voor Holly en voor Eid. Oké, dankjewel Vinesh. Diversiteit hoog in het vaandel. Mooi. Dan ga ik eventjes naar Kamal. Kamal, sorry. Deze jongen is zo mooi toch, dus ik kijk naar hem, sorry. Sorry, Prim. Ja, niet dat jij niet mooi bent hoor. Maar je weet toch, jong en fris en zo. Dus ik denk, Sang, is die leuke jongen, ja. Ga je gang. Goedenavond mensen, mijn naam is Kamal Ramkaloep. Nummer 46 van Groep De Mos. Ik ben een innovator en een vernieuwer met lef. Wat ik wil bereiken over 4 jaar is dat alle Hindoestaanse ouderen in Den Haag elke dag in de verzorgingstehuizen gezond en vers eten. Dat is nu niet aan de hand. En wij staan erbij en we kijken ernaar. Heel concreet. Dankjewel. Dankjewel, Kamaas. Heel concreet. Mooie, concrete voornemens. Dan nu jij. Kom erbij. Ja, en vertel ons... En dan moet je ook niet zo lief naar me gaan kijken. Ik heb al gezegd dat je leuk bent. Anders word ik zo'n, weet je wel, 50-jarige die naar kleine, leuke jongens zit. Dat kan allemaal niet. Ze zijn nergens goed voor. Nergens goed voor. En mijn echtgenoot zit ook nog hier en die denkt van, Tanja, wat doe je nou? Ik zal me in. Sorry. Ja. Nee, maar terug naar de zaken. Want het is goed om inderdaad af en toe ook een beetje te kunnen lachen. Om plezier met elkaar te maken. Maar politiek is wel een serieuze zaak. Politiek, daar ga je niet zomaar in. Daar ga je in omdat je idealen hebt. Omdat je ergens naartoe wil. En vertel ons, over 4 jaar, waar heb je ons meegenomen? Den Haag is een prachtige stad, maar tegelijkertijd ook een stad van enorme tweedeling. Aan welke kant van de Laan van Meerdervoort jij wordt geboren, maakt uit voor de kansen die je krijgt. En het zorgt ervoor dat een hele hoop kinderen die toevallig aan de verkeerde kant worden geboren, niet die kansen krijgen en taalachterstanden hebben. Dat is iets als Partij van de Arbeid wat wij willen aanpakken. Wij willen ervoor zorgen dat ieder kind vanaf 2 jaar tenminste 4 dagdelen naar een voorschool, een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf gaat. En daarmee zorgen wij ervoor dat ieder kind kan spelen, kan leren en een goede start krijgt. Dankjewel, dankjewel. Kort en krachtig. Dankjewel. En dan, als laatst, but zeker not as least, mag ik uitnodigen. Kwish, kom erbij. Kwish, en als ik aan jou vraag, wat wil jij dat er over 4 jaar echt op jou konto wordt geschreven, dat mensen zeggen, het is goed dat Kwish in die gemeenteraad is gaan zitten. Daar gaan we gewoon vanuit natuurlijk. Nou, 2 dingen. Het parkeerprobleem rondom de Haagse markt, dat willen we compleet opgelost hebben. De ondernemers moeten daar geen overlast meer van vinden, dus 10 cent voor de eerste 2 uren. En het tweede is dat ik op Scheveningen een plek wil voor mijn Hindoes, dat ze daar kunnen gaan serwaben en dat ze daar hun as kunnen uitstrooien. Niet meer op die dure boot, helemaal de zee op, niet meer stiekem in de nacht in een gootje gooien, maar gewoon op Scheveningen onze eigen plek hebben. Dat is waar ik voor ga. Heel goed. Dankjewel, Kwish. Dank jullie allemaal, trouwens. Dank jullie allemaal, want ik denk, ik kijk even naar de zaal. Waren ze concreet of waren ze concreet? Ja, toch? Complimenten. Dus dat hebben jullie al in je zak. De eerste ronde. Dan gaan we het gewoon moeilijker maken. Dus mijn lieftallige assistent komt erbij. En we hebben als volgt, we hebben nu een stelling. De stelling ga ik al vertellen. En dan gaan we gewoon kaartjes. De mensen die nummer 1 trekken, die mogen meedoen aan de stelling. Ja, ja. De stelling, terwijl Arnold zo lief met die kaartjes rondgaat. De stelling zal als volgt zijn. Het drama van betaald parkeren moet nu echt opgelost worden. Heeft iedereen de stelling helder?
De stelling: het drama van betaald parkeren moet nu echt opgelost worden. Hoe wij dat nu gaan doen, is we doen de eerste vijf die nummer 1 hebben. Dus de vijf moeten nummer 1 hebben. Er zijn 3 die hier op het randje zitten. Die doen niet mee aan het debat. Dat zijn onze ambassadeurs van elders die het fijn vonden om hier vanavond ook bij te zijn. Maar die doen niet mee. Dat u niet denkt, zo, die worden overgeslagen. Ze worden absoluut niet overgeslagen. En ze krijgen straks ook even korte zendtijd om ook hun politieke boodschap aan ons te verkondigen. Maar ze doen nu even niet mee. Ik ben benieuwd. Wat heb jij? Janice, wat heb je als nummer? Ik heb nummer 1. Oké, kom erbij. Kawish, wat heb jij? Nummer 1? Kom erbij. Wie heeft nog meer nummer 1? Winesh? Jij ook? Wie nog? Jullie geen nummer 1? Alright, kom erbij. Stelling. Het drama van betaald parkeren moet nu echt opgelost worden. Ik geef het eerste woord aan... zegt u. Wie geeft het eerste woord? Janice. Janice. Nou, goed. Dank u wel. Yes. Bedankt dat ik het eerste woord mag hebben over betaald parkeren in Den Haag. Wij van Groep de Mos hebben een meldpunt betaald parkeren. We hebben een uitrij gemaakt van alle meldingen en klachten die we hebben binnengekregen. En het is zo'n stapel. Het is verschrikkelijk hier in Den Haag. En wij moeten dat keihard gaan aanpakken. Want de ondernemers hebben hier last van. Die hebben dus verlies aan inkomsten dan, zeg maar. En ook in Scheveningen heb je de oudere mensen die gewoon geen visite krijgen van hun kinderen. Omdat het betaald parkeren is. Het moet keihard aangepakt worden. En daar sta ik voor. Janice Roepraam van Groep de Mos. Janice zegt, daar sta ik voor. Kwis, jij zei net al in jouw zeg maar eerste ronde, gaf je aan, ik vind betaald parkeren, dat moet echt opgelost worden. Zij zegt, nou, we hebben een meldpunt. Is dat genoeg? Kan er nog meer? Nou, wij hebben al voor de ondernemers in elk geval voor een oplossing gezorgd. Het is al uitgevoerd in Loosduinen en het werkt. 2 uur, 1 uur, 10 cent per uur. En daar krijg je dan doorstroming. Mensen komen er naartoe, ze kunnen er parkeren en ze moeten daarna gewoon duur betalen. Dus dan gaan ze weer weg. Doorstroming, er komen klanten naartoe en de ondernemers hebben daar profijt van. Dat is de oplossing voor de ondernemers. Oplossing voor de ondernemers, hè? Dus goedkoop, 10 cent hoor ik vallen. Winesh, graag jouw reactie. Ja, op de 2 vorige sprekers, beide. Ga alsjeblieft op beide in. Ik kan u hele mooie beloftes maken. Mm. Maar we moeten heel realistisch zijn. We zijn op dit moment met 530.000 Hagenaars. De komende jaren gaan wij groeien naar 600.000 Hagenaars. Allemaal in deze mooie stad. Maar onze mooie stad wordt aan de ene kant begrensd door de zee. Aan de andere kant wordt het begrensd door de randgemeente. Dat betekent dat we geen ruimte hebben om te groeien. We moeten binnen deze ruimte moeten we het doen om al die mensen te huisvesten. Wat we nu zien is dat we steeds meer asfalt en steen hebben. Waardoor we steeds meer wateroverlast hebben. In heel veel straten, ook de afgelopen periode, merk je dat als je door de straten loopt, door de straten rijdt, dat er gewoon blank staat. Dat is door meer asfalt, door meer verstening. Aan de andere kant zien we ook dat in de wijken waar je veel meer asfalt en steen hebt, dat het op een warme zomerdag 8 graden warmer is dan een wijk waar er meer water en groen is. Onze kinderen, onze ouderen hebben daar last van. Het is dus van levensbelang dat er meer groen en meer water in de stad komt. En we kunnen het niet allemaal volbouwen met asfalt en steen. Oké, dus jij geeft eigenlijk echt een tegengeluid op de 2. Ja, dat is gewoon realistisch. En jij zegt dat is realistisch. Ik ga naar Kawish. Dank je voor het... Kawish. Ja, nou... Dames en heren, politiek gaat om keuzes maken en het eerlijke verhaal durven te vertellen. En de PvdA vertelt het eerlijke verhaal. Want inderdaad, zoals mijn voorganger heel terecht aanstipt, deze stad groeit als kool en die zal ook in de toekomst verder blijven groeien. En hoe zorgen we er dan voor dat deze stad leefbaar en veilig voor iedereen is? Op dit moment, als u op een zaterdagochtend aan de Hoefkade gaat of aan de Vijandlaan, je bent je leven als fietser of als voetganger amper zeker. Om nog maar niet te spreken over de erbarmelijke luchtkwaliteit daar. Op het moment dat jij als politiek en als politicus daar iets aan wilt doen, moet je ook eerlijk durven te staan en te zeggen van oké, wij zorgen ervoor dat auto's, het bezit van de auto en het gebruik van de auto voor een deel ontmoedigd wordt. En in de plaats daarvan investeren we in hoogwaardig openbaar vervoer. We zorgen dat er ruimte komt voor de fiets. We zorgen dat er ruimte komt voor voetgangers. En daarmee zorgen we ervoor dat deze stad nu en in de toekomst leefbaar blijft. Oké, heel interessant. Dank je wel. Dus zowel deze twee heren aan deze kant, als ik jullie goed begrijp, zeggen juist van niet alleen maar investeren in asfalt en in stenen, maar juist ook kijk naar het open.
openbaar vervoer, kijk naar groen, kijk naar water. Ja. We kunnen niet blijven bouwen. Jullie eigenlijk aan de andere kant, leuk dat jullie bij elkaar staan. Over, want jullie aan de andere kant zeggen, nou, dat betaald parkeren, daar moeten we gewoon, dat moeten we gewoon een keer gaan oplossen. Als je dit dan hoort, zij zeggen, nee joh, dat, ga nou eens een keertje naar het OV kijken en ga kijken naar groen en naar water. Kwish. We zijn er absoluut geen tegenstander van dat het OV wordt beperkt. Integendeel, we zijn voor behoud van OV. Terwijl D66 juist heeft gezegd dat ze bijvoorbeeld de tramlijn 12 en 6 weg willen hebben daar zo, om bredere trams te brengen in wijken waar ze juist nodig zijn. Hoe ben je dan pro-OV? En dat zijn juist de wijken die het nodig hebben. Het betaald parkeren is ingevoerd met één reden, omdat er een te hoge parkeerdruk is. Door mensen te laten betalen voor parkeren, creëer je meer parkeerplaatsen? Voor zover ik weet niet. Er is geen enkele parkeerplaats erbij gekomen. Maar je laat mensen wel steeds meer betalen. Maar we moeten ook realistisch zijn dat in de wijken waar betaald parkeren is ingevoerd, dat het ook niet is opgelost. We moeten constateren dat er ruimtegebrek is. We zijn hier, we willen deze mensen vertegenwoordigen. We moeten eerlijk tegen ze zijn. En we moeten ook eerlijk vertellen dat er keuzes gemaakt moeten worden. En je kan niet en groen en water en de hele stad vol met parkeerplaatsen volbouwen. Daar moet je keuzes in maken. En je kan wel zeggen, we gaan al die winkelstraten gaan we groen-gele zones invoeren. Dus dat betekent eerste uur een dubbeltje. En dan gaan we dat bij de mandiers doen en dan bij de kerken en bij de synagogen. En zo hebben we straks de hele stad weer met groen-gele zones. En is het probleem nog niet opgelost. Dus wat dat dan gaat, moet je gewoon eerlijk zijn. Janice, ik kom zo meteen weer naar jou, Chris. Maar Janice, hij zei, joh, dat is toch te gek voor woorden dat jullie dat betaald ik parkeren? Ik sta hier helemaal, ja. Ik ben hier helemaal verbaasd. Ja, vertel. Wij van Groep de Mos, mm-hmm. Waar waren jullie in november? In het centrum van Den Haag werd er gedemonstreerd tegen uitbreiding, betaald parkeren in omgeving Den Haag. Waar was Kawish? Waar was CDA? Jullie verkondigen hiervan dat jullie inderdaad... Jij was er niet bij. Islamdemocraten en Groep de Mos was aanwezig... tegen uitbreiding betaald parkeren bij Haagse Markt. Niet deze partijen. Wij zijn ook voor groen. Wij zijn ook voor extra bomen. Ik heb aangegeven waarom wij... Jullie, als je op D66 stemt, dan moet je gaan fietsen. Ze willen geen auto's hier in de stad. Maar laat even duidelijk zijn, wij hebben allemaal een auto. We hebben die auto ook nodig om ons te verplaatsen, woon- en werkverkeer. Als het aan D66 ligt, moeten we met z'n allen gaan fietsen. Vind ik ook niet erg, is ook goed voor de gezondheid. Maar ga het niet verplichten. Ja. Nee, wij zijn niet helemaal tegen de auto. Dan moet je ons programma beter lezen. Nee. Maar we kunnen niet veroorloven dat wat je tegenwoordig in gezinnen ziet... Want sommige gezinnen hebben het gewoon heel goed, dat je 3-4 auto's hebt. Die kunnen we niet huisvesten in onze straten. Daar moeten waar we ook gewoon die auto's laten dan? Jullie willen de auto's gaan delen. Dus mensen, als jullie op D66 gaan stemmen, dan moeten jullie auto gaan delen. Met de buurman of de buurvrouw. Er zijn mensen die vinden het een goed idee. Zijn jullie hiervan op de hoogte? Er zijn mensen die niet dagelijks een auto nodig hebben. Afronden we ineens, want dan ga ik naar de twee quizjes. Ik word hier aangevallen. Ja. Er zijn mensen die niet dagelijks een auto nodig hebben... en voor wie het dus een prima oplossing is om een auto te delen. Dus niks op tegen. Je moet in de politiek ook innovatief... Er wordt genoeg gebruik van gemaakt. Ooit van Green Wheels gehoord? Deel jij je auto? Dames en heren, dit noemen we dus politiek met een kleine p. Ik kreeg nog een vraag. Ik heb jarenlang mijn auto gedeeld. Jarenlang, 14 jaar. Ja, prima. Het is niet zo heel beleefd, maar goed. Ja. Dames en heren, dit noemen we dus politiek met een kleine p. Politici die elkaar de vliegen lopen af te vangen en te zeggen... waar was jij toen en wat heb je toen gedaan? Volgens mij wilt u vooral oplossingen horen. En ik heb nog niks gehoord van mijn collega's. Wat is jouw oplossing? Wat is jouw oplossing? Dat heb ik al gezegd. Mensen willen niet meer... Laat me even uitpraten, Janice. Ja. Mensen willen gewoon goed openbaar vervoer hebben... zodat ze de auto kunnen laten staan. Ploftrams. Exact. En daarom moeten we dus investeren in het openbaar vervoer. Je bewijst mijn punt, Janice. Dit is nou precies het probleem. Mensen laten de auto niet staan omdat er geen alternatief is. Dus wij zeggen als Partij van de Arbeid... investeer nou in goede alternatieven. Zorg ervoor dat er goed openbaar vervoer is. Zorg ervoor dat het makkelijker en veiliger wordt voor mensen om de fiets te nemen. En hoe gaan jullie dat doen? En dan hebben we die auto's niet nodig. Hoe gaan jullie dat doen? Dames en heren. Dan zijn de 10 minuten van hen voorbij. U heeft gezien hoe dat gaat. Soms luisteren ze niet eens naar elkaar, hè? Gaat allemaal over elkaar heen. Ik ben vandaag beschouwend. We zijn hier namelijk, heb ik aan het begin ook gezegd... we zijn hier niet alleen om jullie inhoudelijk te horen wat jullie zeggen... maar ook te kijken hoe goed luisteren jullie eigenlijk naar elkaar. Komen jullie daadwerkelijk met oplossingen? Of is het inderdaad alleen maar heel hard schreeuwen naar elkaar toe? En ik moet jullie alle vier zeggen... het was hier iets te veel geschreeuw. En daarom
geef ik jullie eigenlijk nog een kans. Nou, kom maar op. Ja, en, maar deze kans gaan jullie naar elkaar luisteren. En in deze kans gaan jullie alle vier een oplossing. En dan wordt er niet gezegd, maar jouw oplossing is niet goed. Nee. Ieder van jullie met een eigen persoonlijke goede oplossing. Ik heb trouwens iets anders ook echt gemist. Want wij hebben hiervoor met elkaar gepraat. En betaald parkeren was voor heel veel van deze mensen inderdaad een probleem. Maar er was iets dat mijn hart brak. En to be honest, vind ik dat politici daar als eerste over zouden hebben moeten praten. Want wat iemand hier in de zaal aan mij zei, is dat ze doordat dat betaald parkeren nu zo heftig wordt, dat ze haar ouders niet meer kan gaan bezoeken. Ja, dat is heftig. Dames en heren, dat is politiek. Dat is emotie. Dat is waar politiek over zou moeten gaan. Dus alsjeblieft nu, in jullie oplossing, mag ik alsjeblieft de mensen even iets meer zien. Iets meer de stad in jouw antwoord en je politici. Politieke hart mag even naar buiten, mag even achterwege blijven. Maar vooral nu, vertel de emotie achter het verhaal. Daag ik jullie toe uit. Voor de rest doen jullie het geweldig. Winnen. Ja. Dankjewel, Tanja. Het is ook een beladen onderwerp. En inderdaad ook om de reden wat jij aangeeft. Want dat raakt mensen diep. Maar ik heb ook in mijn betoog aangegeven dat het van levensbelang is om op zoek te gaan naar alternatieven. En wat dat dan gaat, kunnen Kawisha en ik elkaar de handen schudden. Want wij vinden echt dat we moeten investeren in beter openbaar vervoer. En we zijn niet tegen de auto, maar we kunnen niet ongebreideld doorgaan. We moeten zorgen voor vrijliggende fietspaden. Dat je gewoon met je elektrische fiets, met je bakfiets, ook gewoon veilig door Den Haag kunt bewegen. Dankjewel. En dat je op die manier ook gewoon je ouders, je nani, nana, aja, aji, gewoon kan bezoeken. Goed zo, dankjewel. Kawisha. Nou, allereerst, ik voel de pijn, begrijpt u mij goed? Ik voel de pijn van degene die zijn familieleden niet meer kan bezoeken door het eventueel invoeren van betaald parkeren. Maar nogmaals, politiek gaat voor een deel om het maken van keuzes. En soms kan je keuzes die in het heden heel makkelijk zijn, maar grote gevolgen hebben voor de toekomst en voor de leefbaarheid en de gezondheid ook van mensen. En daarom wil ik graag met mensen in gesprek die nu hinder ondervinden van betaald parkeren en echt vaak in een schrijnende situatie zitten. 1. Daar gaan wij voor. Dankjewel. En wij tegelijkertijd investeren in openbaar vervoer. Hartelijk dank. De andere quiz. Ga je gaan. Quiz, laat me zien die emotie. Nou, emotioneel kan ik niet zijn op dit ding, maar er is gewoon een oplossing. We hebben gekeken naar de omgeving. We hebben gekeken daar waar het probleem is ontstaan bij de Haagse Markt. En er zijn minimaal 10 plekken in die omgeving waar er parkeerplaatsen zijn die op dit moment gewoon niet benut worden. Die dingen worden niet meegenomen in de onderzoek. Er wordt gewoon gezegd, er is te veel parkeerdruk, dus we gaan het invoeren. We gaan het duurder maken. Ga eerst kijken naar hoe je dat probleem kan oplossen voordat je een probleem groter maakt. De mensen in die wijken hebben aangegeven, we zijn het er niet mee eens. En er komt een onderzoek en die zegt, ja, maar wij hebben onderzoek gedaan en het blijkt dat iedereen het eens is. Het onderzoek klopt niet en het onderzoek moet opnieuw bekeken worden. We moeten kijken naar een goede oplossing hiervoor. Dankjewel, Kawisha. En dan het laatste woord aan de dame. Nogmaals, wij hebben een meldpunt voor betaald parkeren. Wij zijn niet tegen betaald parkeren, laat dat wel even duidelijk zijn. Maar wel naar draagvlak. En de bewoners moeten ook betrokken worden. Nogmaals, we hebben gedemonstreerd in november. En als je ziet die woede bij de mensen die ook meer betaald moeten parkeren, dat is enorm. Islamdemocraten en Groep de Mos heeft gedemonstreerd. En helaas waren de andere partijen niet aanwezig. Die hebben ons alleen maar tegengewerkt om dat tegen te gaan. Het uitbreiden, betaald parkeren, Haagse Markt. En inderdaad, ik kwam als eerste met het punt, de ouderen moeten bezocht worden. Inderdaad, met trams en van auto's en geen betaald parkeren meer. Dankjewel, Janice. Hartelijk dank. Dank aan onze kandidaten. Jullie mogen plaatsnemen. Dames en heren, inmiddels is ook bij ons aangeschoven Nasima. Je had aangegeven dat je iets te laat kwam. Welkom. Eerste ronde is wel aan je voorbij gegaan en dat doen we niet opnieuw. Sorry daarvoor. En dat komt gewoon puur omdat de tijd is onze enige vijand vanavond. Ik hoop dat u heeft genoten van dit eerste stukje. Hè, over betaald parkeren, een stelling. En we gaan nu over naar een kwestie. En die kwestie, die hebben wij. We hebben overigens alles wat we hier vanavond met u bespreken, hebben we eerst besproken met een aantal andere mensen. Van waar zou je vinden dat het over moet gaan? Ja? Maar overigens hele leuke kwesties. En de kwestie is als volgt. Ze kunnen campagne voeren tot ze daarbij neervallen. Maar mensen stemmen toch niet.
Ga vrijwilligerswerk doen als je zoveel idealen hebt. He? Dus de kwestie is duidelijk. Anomie, ik heb het niet bedacht. Mensen hebben het bedacht. Maar ik vind hem mooi. Ik sta er compleet achter in die zin dat ik hem prachtig vind. Prikkelend. Ik herhaal hem nog één keer. Jullie kunnen campagne voeren tot jullie erbij neervallen. Maar mensen stemmen toch niet. Ga vrijwilligerswerk doen als je zoveel idealen hebt. Helder, hè? Oké. Arnold, heb je ze voor me? Kom erbij. Maar wacht even, dit kan niet, want jullie zijn van één partij. Joy gaat? Serieus. Oké, Joy, kom. Dan gaat Nassima, kom erbij. Leuk. En in de tussentijd, Nassima, als je slim bent, dan ren je nu naar die microfoon. Want ik moet nog even wachten en dan heb jij gewoon zendtijd. Nog even, dat ga ik je gunnen. Dankjewel. 30 seconden. 30 seconden. Mijn naam is Nassima Ramdin. Wacht even. Ik ben de baas, hoor. Oh, ja. Ik dacht dat ik al mocht beginnen. Nee. 30 seconden. Waar wil je staan over 4 jaar? Wat wil je bereikt hebben? Wat ik over 4 jaar bereikt wil hebben, is dat wij hier ons allemaal veilig voelen. Dat niemand zich eenzaam voelt. En dat we allemaal ons één voelen. Dus dat we participatie voelen op elke manier. Het is wel een beetje breed, hoor. Maak het eventjes iets concreter. Hoe dan? Hoe gaat dat voelen? Wij gaan contact zoeken met elkaar. We gaan elkaar leren kennen. Mm. Wij gaan de buurman leren kennen. Die welke cultuur ook heeft. Welke leeftijd of welke gender. We gaan elkaar leren kennen. En we vinden elkaar allemaal lief. Daar ga ik voor zorgen. Wat leuk. We vinden elkaar allemaal lief. Maar Nassima, eigenlijk stiekem, hè. Want Robbie heeft mij gevraagd. Hij zegt, je moet ze ook af en toe een beetje prikkelen. En dan moet je ze soms misschien een tip geven. Kijk, ik heb een heleboel fouten gemaakt toen ik in de politiek zat. En van die fouten kunnen jullie weer leren. En dan heb je ook recht op je eigen fouten, dus die ga je vanzelf ook wel maken. Maar jij doet iets geweldigs met Free a Girl. Ja. Waarom noem je dat niet? Waarom zo'n... We gaan het veilig maken, we gaan lief zijn voor elkaar. Omdat Free a Girl is internationaal. Ja. Dat is meisjes helpen uit kinderprostitutie. Dat is zorgen voor een stukje veiligheid. Dat is zorgen ervoor dat kinderen die nu gevangen zijn, die zich dagelijks 30 keer per dag moeten laten verkrachten, ervoor zorgen dat die meisjes vrijkomen. Gelukkig hebben we deze schrijnende situatie in Den Haag niet. Ja. Maar ik sta voor veiligheid. En ik wil daarom zeggen dat ik wil dat iedereen veilig is. Dat niemand van ons gevangen is op geen enkele manier dan ook. Mooi. Nou, kijk, heel veel dames zeggen, oké, ja, nu snap ik je, nu vat ik je. Begrijp je? Dus het is een heel mooi verhaal. We kunnen campagne voeren tot we erbij neervallen. Ja. Mensen stemmen toch niet. Oh. Joy, ga liever vrijwilligerswerk doen als je zoveel idealen hebt. Jij mag, omdat je de enige man bent, mag je als eerste reageren. Ja, ik word even, Alex, afgeleid door die mooie vrouwen als mij. Lieve mensen, maar natuurlijk, vrijwilligerswerk is erg belangrijk. En ook die eerste regel, ga campagne voeren. Ik merk toch dat iedereen zegt, bye. U bent een zakkenvuller. Of wat gaat u voor mij doen? Dat zijn echt die vragen die ik ook 4 jaar geleden hoorde en nog steeds zie Mohammed knikken. Er blijkt toch een wantrouwen te zijn als het gaat om vragen om de stem. Dus dat is zeker zo. En je merkt ook dat campagne voeren, ook gisteren, je merkt dat de animo is er eigenlijk niet. Dus ik maak me echt zorgen over hoe representatief zijn wij. Vorige keer ging rond de 50% stemmen. Dus het blijft een aandachtspunt. Dat is zeker belangrijk. Maar de vraag is nu of je in plaats daarvan vrijwilligerswerk moet doen. Nou, kijk naar mezelf. Ik doe al bijna zoveel jaar vrijwilligerswerk. Hamlok is een van de mooie voorbeelden. 4 jaar geleden ben ik erin gestapt om te laten zien dat er nog veel meer is dan politiek in de gemeenteraad. Ik doe ook voor jongeren heel veel vrijwilligerswerk. Alleen, ik vind dat je beide zou moeten kunnen doen. Dus de gedachte van stop met de politiek, ga ons dienen buiten de gemeenteraad. Nee. Ja. Ik vind ook dat wij als hun die staan, ook het geld die voor ons beschikbaar is, dat we ook daar aan die knoppen mogen draaien en dat geld ook beschikbaar mogen stellen voor vrijwilligerswerk, voor al onze stichtingen, voor Tante Hennema, Stichting Starita, voor Hamlok. Dus je moet beide kunnen doen. Mogelijkheden genoeg in onze stad. Dankjewel. Ik ga naar jou. Ja. En ook aan jou weer de vraag, hè, van waarom doe je niet gewoon vrijwilligerswerk, joh, als je impact wil maken?
Ja, nou, ik doe vrijwilligerswerk, heb ik al de afgelopen 10 jaar gedaan. En dit is een verlengde daarvan. Gemeenteraadswerk heeft gewoon een grote maatschappelijke impact op de stad. En het is een mooie dynamiek die je kunt doorlopen als je als vrijwilligerswerk hebt gedaan, om dan tot dat niveau te komen. Dus dat is gewoon prachtig als je dat gewoon kunt doen. Ik zie het verlengde daarvan. Ja. Dus... Hey, en hoe zie je dan bijvoorbeeld, hè, je gaat dan straks misschien wel in een coalitie zitten en dan moet je allerlei water bij de wijn doen. Ja. Terwijl als je vrijwilligerswerk doet, dan ben je gewoon direct met mensen in contact en kun je direct verschil maken. Ja, ik ben nog een beetje grieperig, maar ik vond het veel te leuk om hier te zijn. Maar goed, verschil maken. En in die gemeenteraad, voordat er een keer een wetgeving er doorheen is, of dat ze eindelijk een keer iets met elkaar hebben besloten, is ze weer 80 jaar verder. Dat is die maatschappelijke impact. Kijk, op het moment dat je met partijen een coalitie moet gaan vormen, dan moet je gaan kijken waar liggen de gezamenlijke overeenkomsten. Want ja, ik ben enorm fan van Jan Terlouw. Dat is een natuurkundige, een schrijver en een politicus. En die heeft altijd gezegd, in de politiek moet je kijken naar wat maakt het dat jullie overeenstemming hebben. En als je dat goed bespreekbaar hebt, dan heb je toenadering en dan kun je de verschillen oppakken. Maar dat klinkt dus als lange beren, langdradig. Maar je moet met elkaar gaan praten, politiek nog een keer is een praten. Combinatie, en intussen liggen die vrouwen, die oude mensen in hun luier. En ik had liever was er iemand gekomen om me hier te helpen. Iedereen heeft belangen. Iedereen heeft belangen. En het gaat erom, hoe kom je tot een snelle, passende oplossing? En politiek kan soms lange beren zijn, dat weten we allemaal. Ja. Maar consistentie, doordrukken, ervoor staan en je punt maken. Complimenten. Je blijft staande. Heel goed. Henna. Ja, welke jij wil, Henna. En dus nog een keer, hè, van jij staat bekend als mevrouw vrijwilligerswerk. Waarom in vredesnaam ga je die gemeenteraad in? Ja, dat is een vraag. Ja. Nou, en dat is juist het antwoord op jouw vraag, Anja. Ik ben al 30 jaar heel erg betrokken, sociaal-maatschappelijk, met het vrijwilligerswerk. Zowel bij jongeren, ouderen en volwassenen. Mm-hmm. Kwetsbare groepen vooral, dat ligt dicht bij mijn hart. En de eenzame ouderen. En dat doe ik al ruim 30 jaar. En ook gezien mijn onderwijservaring 43 jaar heb ik al zoveel gezien. Dat ik denk van, ik ga lekker vrijwilligerswerk doen. En ik heb nou zoveel kennis en ervaring opgedaan. En een gigantisch netwerk, niet alleen onder Hindustanen, maar ook onder alle migrantengroepen die Den Haag rijk is. En ik heb gezien dat er heel veel problemen zijn. En als je een stichting hebt, dat duurt inderdaad langer beren voordat je kan verwezenlijken. Ja. Maar ik denk van, ik ga nu hoger op. Ik ga nu de politiek in. Dan kan ik veel sneller en daadkrachtig gaan werken voor mijn doelgroep. Heb je één voorbeeld van een casus die je de afgelopen tijd hebt meegemaakt, waarvan je denkt, hey, maar dit zou helpen als ik nu in die gemeenteraad had gezeten? Nou, ik denk, we werken aan de persoonlijke ontwikkeling van jezelf. Er zijn heel veel vrouwen die een topfunctie willen hebben, maar die missen de know-how. In die zin, ze zijn onzeker. Dus ze moeten werken aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Ik heb projecten ingediend. Wat wordt er dan gezegd? Nou, ze kan toch ook hier, ze is wel goed opgeleid. Ze kan toch hier de training volgen, door genoeg. Maar dat klopt helemaal niet. Oké, dus dat zou jij willen gaan veranderen? Dat wil ik gaan veranderen. Dat je zegt van, nou, als ik in die gemeenteraad zit, dan kan... Nasima, jij, prachtige carrière. En we hebben het net, een paar mensen vroegen het aan mij van, hey, hoeveel verdienen die gemeenteraadsleden? Nou, helemaal niet zoveel. Sterker nog, je moet echt een baan ernaast hebben, wil je uitkomen. En dus het is niet voor het geld, het is echt voor de idealen, voordat je ergens voor staat, jullie allemaal. Want iedereen, volgens mij iedereen die hier zit, heeft gewoon een goede carrière ernaast. En wil het echt doen vanuit idealen. Daar hebben we aan het begin, Nasima, daar was je niet bij, de mensen ook al grote complimenten voor gemaakt. Nu terug naar jou, flitsende carrière. En dan denk je, ja, maar ik ga toch die gemeenteraad in. Klopt. En niet dat vrijwilligerswerk als, zeg maar, dat is ultiem. Nee, ik moet ook nog eens een keer de gemeenteraad in. Ook ik, net als de andere sprekers, doe al vrijwilligerswerk op heel veel verschillende vlakken. Ik heb eigenlijk het afgelopen 1,5 jaar mezelf moeten verdiepen in de politici. Eigenlijk, wat doet een raadslid? Mm-hmm. Waarom word je raadslid? En wat betekent het als je raadslid wordt? Sowieso niet voor het geld. Nee. Niet alleen maar om de problemen op te lossen, maar je hebt namelijk ook een controlerende taak. Je hebt een verbindende taak. Je hebt een taak om ook inderdaad
een gezicht te zijn van je achterban. Dus er zijn verschillende rollen die je hebt. Dat heb ik onderzocht. Ik heb verschillende raadsleden gesproken, wethouders gesproken, burgemeesters dus over het hele land. Je huiswerk eerst gedaan, zeg je hier. Nou ja, ik heb mijn huiswerk gedaan omdat het part of the job was. Mm. Ik werkte bij de directie die zich bezig hield voor politieke ambtsdragers. Dus het was een stukje van mijn werk. En dat ging mij zo intrigeren dat ik dacht van, hey, dat wil ik ook, dat kan ik ook. Want het is gewoon leuk. Het is niet alleen maar debatteren. Het is niet alleen maar ruzie voor vecht, zoeken en strijden. Het is echt serieus een verschil kunnen maken voor een bepaald probleem of voor een bepaalde groep. En daarvan dacht ik, ik ga het ook proberen. Oké, okay, mooi. Zeggen jullie van, dit zijn antwoorden die jullie geloven? Dat jullie, zeg maar, iemand daar, kom straks bij je, ja, houd vast. Want ik kijk ook heel erg naar het publiek. Ik ga toch even nog terug naar jullie. Want ik dacht dat het nu al klaar was. Maar ze hebben nog even... Drie minuten. Oh, nice. Oké, okay, dan gaan we er een beetje peper in gooien. Ja, zullen we dat doen? Ja, ja? Lekker peper? Peper. Oké, okay, je wilt peper? Dan geef me die peper. Wat moet ik ze vragen? Wat zullen ze vragen? Ja. Nou, ik ben benieuwd naar, van, naar Joy. Wat voor vrijwilligerswerk heb je allemaal tot nu toe gedaan? Oké. Okay. Joy, wat heb je allemaal gedaan? Tijdens mijn studie de belastingtelefoon. Dat is één. Werkinformatiewinkel. Tijdens mijn studie rechten heb ik de belastingtelefoon... Nee, die was geen stage lopen. Ja, ik neem aan dat dat een hele serieuze vraag is. Hè? Dus tijdens mijn studie, rechtenstudie, de belastingtelefoon. Dus mensen adviseren over hoe vul je een belasting in. Dat zijn aftrekposten. Ik kan een heel lijstje noemen. Toen ik na mijn huwelijk in Den Haag, Africa Life, Stichting Africa Life. Het IPS waar meneer Jadien in zit, bestuurslid. Hamlok heb ik genoemd bij de volharding. Maar ook bij de politieke partijen, beste mensen. Politiek werk is ook vrijwilligerswerk. Ook bij de SP als bestuurslid is onbetaald. Dus ook politiek handwerk is vrijwilligerswerk. Bij Hamlok heb ik het gedaan bij de volharding. De afgelopen 2 jaar heb ik daar... Waarom ben je ermee gestopt? Mooie vraag. Waarom ben je ermee gestopt? Nou, weet je, er zijn 2 dingen noemen. Als je de 50 bent gepasseerd, dan ga je nadenken. En ik denk dat als je 50 bent en je wil graag 100 worden, dat ik meer uit mezelf wil halen. Ik ben iemand die erg enthousiast is, geloof in mijn talenten. Ik maak de beweging vanuit vrijwilligerswerk naar die gemeenteraad om te laten zien dat ik het kan, is één. Maar ik wil ook deze mensen vertegenwoordigen. Want we zijn met 10% van die samenleving hier. We zijn niet zichtbaar in die gemeenteraad. Dus die drive is aanzienlijk aanwezig. En als je mij doorvraagt, Joy, waarom met een eigen partij, dan zeg ik, er is nu een aanzienlijke kans. Ze heeft die vraag helemaal niet gesteld, maar het is mooi. Hij neemt geweldig zijn podium. Fantastisch, goed gedaan. Helemaal goed, complimenten daarvoor. Ja, complimenten. Maar die vraag is totaal niet gesteld, waarom je eigen partij. Dus die moet je, daar moet je gewoon op wachten. Want die vraag, misschien gaan ze hem stellen. Daar moet je nu op wachten. Maar wel eventjes een hele terechte, hè, van wat hebben jullie allemaal gedaan. Jullie geven ook allemaal aan, volgens mij is dat ook echt zo. Van alle kandidaten die hier zitten, die doen allemaal aan vrijwilligerswerk, hebben ook gecheckt. Die zijn allemaal verschrikkelijk maatschappelijk actief. Tegelijkertijd was er dus echt een oprechte vraag van heel veel mensen van, oké, ze zijn zo enorm actief, maar waarom in vredesnaam ga je dan die gemeenteraad in? Wat hoop je daar nog meer te bereiken? En vinden jullie dat onze kandidaten daar genoeg antwoord? Nee, kijk. Thanks. Yes. All right. Dan hebben we echt daadwerkelijk nu de vloer voor u open. Dat gaat over zowel deze kwestie als de stelling hiervoor betaald parkeren. Ik vraag jullie om even te blijven staan. Dan gaan jullie zo meteen weer zitten. En dan gaan we echt even in op de vragen van de zaal. Maar jij had een reactie op deze kwestie. Ga je gang. Het is eigenlijk heel simpel. Waarom zou je de politiek ingaan op het moment dat je vrijwilligerswerk zou doen? Jij kan je achterban, de mensen waarmee jij gewerkt hebt, representeren. Jij kan ervoor zorgen dat er veranderingen plaatsvinden. Als beleidsbepaler kan je dat veranderen voor die mensen. Dus waarom zou je het niet doen? Ja. Dat is eerder de vraag. Mooie vraag. En weet je, die vraag is zo mooi. We stellen hem gewoon aan de mensen. He? Dus we moeten, wie wil jij dat? Je mag 2 uitkiezen. Omdat, eigenlijk mogen mensen maar 1, maar jij bent Ryan. Je mag 2. Die hier staan? Of erachter. Het is aan jou. Jij mag het zeggen. Het is jouw vraag. Ik heb net van hun een verhaal gehoord, dus dan ben ik eerder benieuwd naar de mensen die zitten. Okay. En dan zie ik van de PvdA niemand en van Groep de Mos niemand. Oké, dus. Okay, is goed. PvdA en Groep de Mos wil hij horen. Als jullie even willen gaan zitten, dan ja. En wil je dan de meneer of de mevrouw van Groep de Mos? Je wilt Janice. Oh, sorry schat. Hij wil Janice. Sorry. Janice, kom erbij. Ja, nou is de publieksronde. Publiek bepaald.
Ik heb hiervoor gewerkt als journalist, verslaggever en presentatrice van een heel mooi programma, De Goede Zaak. Een programma over maatschappelijk betrokken ondernemen. Dus de sociaal ondernemers in Den Haag draag ik een warm hart toe. Want zij kijken naar bepaalde maatschappelijke problemen en daar anticiperen ze ook op. Ik heb daar een programma mogen presenteren en ook studiogasten mogen ontvangen. Waaronder sociaal ondernemers, maatschappelijke organisaties en stichtingen. En dat doet mij zo goed. Zo goed dat zoveel vrijwilligers in Den Haag zich belangeloos inzetten. Ik ben zelf benaderd door de partij om de politiek in te gaan. En ik ben blij en ik voel me heel vereerd dat ik hopelijk in die raad kom. En ook de samenwerking met de sociaal ondernemerschap kan opzoeken. En de maatschappelijke organisaties. En zoveel mooie stichtingen zijn er in Den Haag. Dus ik ben heel erg blij dat je die vraag aan mij stelt. Dankjewel. Kwies. Nou, dames en heren, laat er geen misverstand over bestaan. Vrijwilligerswerk is ontzettend belangrijk. Dus ik kan u eigenlijk alleen maar aanmoedigen. Wees actief in uw wijk, wees actief in uw buurt. Zorg ervoor dat u bij een maatschappelijke organisatie aangesloten bent. Ja. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat in de politiek heb je impact over vele levens. Op het moment dat jij vrijwilliger bent, dan heb je impact op enkele levens. En dat is heel waardevol en ontzettend belangrijk. Maar uiteindelijk gaat politiek over 530.000 Hagenaars. En dat is uiteindelijk waarom ik politiek in wil. Politiek doet ertoe. Het raakt aan de levens van mensen. Als je alleen al op straat gaat en aan mensen vraagt, goh, wat kan er beter? Dan kom je heel vaak gewoon bij thema's uit die op politiek niveau beslist worden. Dus vandaar dat ik de politiek in wil, overtuigd met hart en ziel. Dank jullie wel. En Ryan, dank je wel voor de vraag. Jullie mogen weer plaatsnemen. En dan kijk ik in de zaal. Nu is het jullie ronde. Ik zie daar. Ik kom naar u toe. Gaat uw gang. Goedenavond, mensen. Ik ben blij dat jullie zich inzetten, want het gemeenteraadswerk is kosteloos. Ik weet, ik zal het uit de doek ook doen. Het is niet meer dan 2000 per maand, onkostenvergoeding. Dus ik ben blij dat jullie je tijd inzetten. Maar wat ik graag wil zien, en dat hoop ik, dat jullie eigenlijk, ik ga nu even identiteit, dat jullie de ogen en de oren van de Hindoestaan zijn. Want dat is heel belangrijk. Jullie weten waar de noden zijn. En jullie moeten daarvoor opkomen gezamenlijk. Want ik weet, één persoon kan het niet beslissen. Het is een politiek spel. De meerderheid bepaalt. Maar onthoud één ding. Dat jij mij gevraagd hebt om jou te ondersteunen. En dan voor de identiteit van de Hindoestaan. En vergeet één ding niet. Dat je dan daar zit om alleen de belangen van families en kennissen te realiseren. Want dat is het grote probleem. Laat je zien en waarom zoveel mensen niet willen. Ik verzoek jullie, ga mensen kenbaar maken wat politiek betekent, wat de PvdA zegt. Hoe belangrijk is alle beslissingen over verder ontwikkeling bepaald politiek. Dus ja. Ga stemmen. Oké, okay, heel mooi uw betoog en we volgen het. He, ga stemmen, wees zichtbaar, kom op. Maar wat is uw vraag? Heeft u ook een vraag of is het eigenlijk meer dat u een verklaring... Ja, advies, dat is mijn taak. Want ik werk op stembureaus, ik zie hoe triest het is dat onze mensen niet komen stemmen. Dank u wel. En ook goed werk trouwens dat u doet, dat u bij die stembureaus gaat zitten. Want ook dat is belangrijk. En er werd een hele mooie ook, verklaring naar jullie toe, of althans een bijna steunbetuiging. Hè, van doe het goede werk en zorg dat je ook zichtbaar... Ik zag, ja, komt u ook een beetje naar mij toe, dan komen we samen een beetje bij elkaar. Ja, gaat u gang. Ja, goedenavond. Mijn naam is Naresh Kalpoe. Ik heb een vraag. Dit gaat om de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En je ziet hier ook vertegenwoordigers van landelijke politiek. Partijen PvdA, D66, CDA... VVD. Mijn vraag is concreet. Hetgeen wat jullie willen verwezenlijken op gemeentelijk niveau. In hoeverre wordt dat beïnvloed door jouw landelijke politiek? Want er is maar één partij hier die echt voor Den Haag gaat. En dat is Groep De Mos. Die heeft geen landelijk. Oké, hartelijk dank. Dank voor de vraag. Hè. Dat is zijn mening, dus dat maakt niet uit. In de zin van het maakt heel erg uit, maar het is zijn mening. En daar heeft natuurlijk de meneer absoluut recht op. Wat de meneer zegt, Ines, ik kom bij jou. Wat de meneer zegt, hij heeft vooral de vraag gesteld aan D66, PvdA, CDA, VVD. Vier partijen. Dus jullie moeten het heel kort houden. In hoeverre verhoudt de gemeenteraad en wat jullie hier doen zich tot D66 landelijk? Je kan van alles gaan beloven hier.
Maar als Pechtold zegt, nou Wienes, ik dacht het niet. Niet helemaal zo. Wij zijn D66 Den Haag. Dus wij zijn net zo lokaal als al die andere partijen. Ik ben geboren en getogen in Den Haag en ik zal dus altijd de belangen van Den Haag dienen. Het is wel zo. Het is wel zo dat je niet alles lokaal kunt regelen. En dan is het wel handig dat je een lijntje hebt naar het landelijk politiek om die dingen die belangrijk zijn voor Den Haag ook te kunnen realiseren. Nou, ik maak me hard voor het armoede- en schuldenproblematiek, onder andere in Den Haag. En wij hebben dus een afgevaardigde in de Kamer zitten. En die heeft mijn hulp nodig vanuit het lokale om gevoed te worden met informatie wat zij daar in de Tweede Kamer moeten besluiten. Dus ik ben zijn voedingsbodem. Dus lokaal gebeurt het, hier gebeurt het, wat daarboven besloten wordt. Heel mooi. Nassima. Ja, voor mij geldt precies hetzelfde als de twee voorgangers. Wij zijn lokaal. Ik ben lokaal. Ik ben een Haagse, net niet geboren, maar wel volledig getogen in Den Haag. Uit een ondernemersfamilie. In een politiek arena waar ik zelf werk. Met een eigen onderneming. En ook ik heb direct lijntjes met bijna alle Tweede Kamerleden. Zowel vanuit mijn functie binnen de Rijksoverheid als binnen de VVD. Wij zijn VVD Den Haag voor de lokale belangen. Maar met de lijntjes naar politiek in de Tweede Kamer. En ook ik word gevraagd om mee te denken, onder andere over integratie en andere onderwerpen. Dankjewel. Dus jullie zeggen eigenlijk alle drie hier, nou ja, weet je, die partijen in Den Haag, die hebben juist ook met ons te maken. Ik kom zo bij jou, eventjes deze kant op. Kwies. Het CDA is een partij gebaseerd op een ideologie. Die ideologie delen we met het landelijke en het gemeentelijke. Maar de problemen in de gemeente zijn niet dezelfde problemen die in het hele land spelen. Dus wij hebben hier op basis van onze ideologie een partijprogramma gemaakt die we gaan uitvoeren. En als we die hulp nodig hebben, kunnen we die handreiking doen. We hebben ook Kamerleden daar zitten. Chris van Dam is er een van die hier actief in Den Haag was. Wacht even, sorry Kwies. Ja, goed. Laatste zin herhalen. Nou ja, we hebben Kamerleden daar zitten die hier uit Den Haag komen. We hebben goed contact mee. Als we hun hulp nodig hebben, kunnen we dat inroepen. Maar dat hebben we niet altijd nodig, want we zijn sterk genoeg hier in die gemeente. En we kennen die problemen hier in de gemeente. En we kunnen ze zelf oplossen. Okay. Dank. He, van, ja, hartstikke leuk. Maar de vraag is niet aan jou gesteld, Joy. Hij is gesteld aan de VVD, CDA, PvdA, D66. Dus ik ga naar PvdA. Nou, de Haagse PvdA is geworteld hier in Den Haag. Maar waarom ik bij de Partij van de Arbeid zit, is omdat ik die idealen onderschrijf. En die idealen mij inspireren om hier in Den Haag wat te betekenen voor de stad. De idealen van gelijkheid, de idealen van gelijke kansen. De idealen van een waardig bestaan voor iedereen. En voor zorgen dat mensen niet in armoede leven. Dat inspireert mij, dat zijn de waarden van de PvdA. En die wil ik hier in Den Haag in de lokale context toepassen. Oké, dus en jullie zeggen eigenlijk allemaal, dat is mogelijk. Hè? Jullie zeggen allemaal, het is mogelijk om ook lokaal kleur te geven aan het geheel. En ook toch die verbinding te hebben met het Haagse. Oké, okay. Iemand die dat denk ik waagt te betwijfelen. Ga je gang. Hi Tanja, ik wil even zijn twee dingen die ik wil opmerken. En misschien ook een vraag naar de gevestigde partijen. Is, kijk, wij leven in een stad met, wij zijn de grootste migrantengroep in Den Haag, hier nu staande. Wij zijn 10% van de Hagenaars is hier dus staan. Maar wat ik constateer is dat qua politieke participatie laat het de wensen over. We hebben fantastische kandidaten hier. En ik gun het jullie allemaal dat jullie straks in de raad komen. Waarom? Omdat het een reflectie is dat Den Haag niet alleen maar blanke mensen kent, maar ook hier nu staan. Dus daarom gun ik het jullie allemaal dat jullie allemaal binnenkomen. Alleen ik constateer een probleem in onze samenleving, in onze gemeenschap, is dat de meeste van jullie kandidaten worden geplaatst op een onverkiesbare plek. En mijn vraag aan jullie, wat zegt dat, hoe die partijen van jullie kijken naar onze Hindoestaanse gemeenschap? Hoe serieus worden wij door jullie partijen genomen op het moment dat jullie als kandidaat op een onverkiesbare plek staan? En daarnaast, hoe gaan jullie straks, als jullie met voorkeurstemmen worden gekozen, los van het feit dat het heel moeilijk is dat wij als Hindoestaanen niet serieus worden genomen door de politiek, hoe creëren jullie binnen jullie eigen fractie draagvlak om die problemen van onze mensen op te lossen? Want dit is een serieus probleem voor onze Hindoestaanse mensen. Want elk jaar, om de 4 jaar, zijn er zoveel Hindoestaanse kandidaten, maar komt maar 1 in of 2 in. En straks zitten we
over een week, misschien met één kandidaat, misschien met twee. Maar hoe gaan jullie ervoor zorgen dat wij onze problemen van de Hindoestaanse gemeenschap kunnen oplossen? Mooie vraag. Dankjewel, Shashi. En nu, Joy, geef ik je absoluut het woord. Maar ook de anderen. Het is een hele serieuze vraag. Hij komt namelijk ook heel dichtbij een volgende kwestie die wij naar voren zouden brengen. Dus Arnold, ik denk dat we die gewoon aan elkaar mixen. Vind je dat een goed idee? Abon. Oké, Joy. Ja, nou, ik ben heel erg blij met die vraag. Even uit eigen ervaring. De meeste mensen weten dat ik in 2008 lid werd van de Tomatenpartij, de SP. En wat bleek nou 4 jaar geleden, na heel veel bestuurswerk te hebben verricht, vrijwilligerswerk, heeft de SP me gezet op plek 13. Ik heb campagne gevoerd, ik heb 424 stemmen binnengehaald, dat is de vorige keer. Ik ben bestuurslid geworden en de afgelopen periode, vorig jaar, heeft men bedacht vanuit het landelijk regime in afweging met het lokale bestuur, beste Binderman, bedankt voor je vrijwilligerswerk, u krijgt plek 15. Dat was voor mij de reden, omdat ik participatie heel erg belangrijk vind, om samen 070 op te richten. Dus niet alleen Bahai Kalpo is de MOS, de lokale partij, ook samen 070 is Haags en herkenbaar. Dat is één. Dus dat is antwoord op je vraag. Je mag politiek participeren. Ik ben opgestaan en ik heb mijn eigen partij opgericht. Want ik denk dat al die partijen gebruik maken van onze stemmen. Laat ik het positief formuleren. Natuurlijk, de Hagenaars wonen hier, we zijn Hindustanen. Die partijen die geven de mensen een onverkiesbare plek. Er is eigenlijk, als je heel goed kijkt, maar één diaspora-kandidaat die op een verkiesbare plek staat. De rest is onverkiesbaar. Wat hebben wij dus gedaan? Het idee is dat ook al worden die partijen heel groot, ook al wordt het CDA groot, PvdA groot, VVD, geen enkele diaspora-kandidaat heeft kans om wethouder te worden. Echter, samen 070... Als jullie we allemaal kunnen... Oké, maar luister. Nee. Want kijk, de mensen... Je mag absoluut afmaken. Nee, maar luister dan. Ik ga je het laten afmaken, absoluut. Alleen, ik wil iets vragen aan je. Goed, ja. Snap je? Nee. Ik min ook een team over. Ja. Wat ik wil vragen is, kijk, want wat hij heel terecht zegt, is, zeg jij hiermee dat je als Hindoestaanse kandidaat bijna genoodzaakt bent om een eigen partij te beginnen? Zeg je dat daarmee? Nou, ik heb de noodzaak gevoeld. En er zijn dus, het is een systeemprobleem. Je merkt in het hele land dat alles zit in systemen. Er zijn dus mechanismes. Ik zal niet zeggen het gaat om uitsluiting. Er zijn mechanismes binnen bestaande partijen waarbij het bijna onmogelijk wordt om die Hindoestaanse stem te laten zien. In je bejegening, in je taal en wat dan ook. Dus ik heb er last van gehad. Persoonlijk heb ik last van gehad. En toen heb ik gezegd, ik sta op en ik ga het zelfstandig doen. Dus het antwoord is dus, ja, er zijn systemen en die kan ik niet van binnenuit veranderen. Want die keuze had ik. Ik heb ervoor gezorgd dat ik zelf iets heb opgericht. Maar ook dat heeft zijn voor- en nadelen. Om het verhaal af te maken, ook al worden die partijen heel groot, ook mocht die besluiten om op Kawis te stemmen, heel graag, allemaal talenten, ga voor op ze stemmen. Alleen het nadeel is, hoe groot ze ook worden, geen enkele kandidaat kan wethouder worden. En ik vind, er is nu tijd om die wethouderschap te continueren. Een stem op samen 070 betekent dat de kans op een Hindoestaanse wethouder bijzonder groot is. Want bij twee zetels, worden wij uitgenodigd als winnaar om mee te praten over collegevorming. En dan zal samen 070 zorgen voor een Hindoestaanse wethouder. En daar strijd ik voor. En het is mogelijk. Dankjewel. Ik zie meteen en onmiddellijk iemand hier opstaan weer van oké, ik ga nog naar die andere partijen voor je, don't worry. Joy, het is een heel mooi verhaal, maar hoe reëel is het dat jij de kiesdrempel haalt? Want je kan mensen nu beloven dat jij wethouder wordt, maar weten allemaal dat jij het niet gaat worden. Dus jij belooft nu ook iets wat jij de andere gevestigde partijen eigenlijk verwijt. Beloof jij nu ook iets van dat jij een wethouder kan leveren, maar met één zetel ga je nooit een wethouder kunnen leveren, Joy. Oké, ja. Ik ga zo meteen naar jullie toe, maar dit is een persoonlijke vraag direct aan Joy. Dus vind ik wel eerlijk dat Joy mag antwoorden. Uiteraard moeten we realistisch blijven. Maar uit onze berekening blijkt, er kunnen 45.000 mensen die op ons lijken stemmen. De helft die gaat naar de stemmen, dus 20.000. En hoe gek is dat als wij als nieuwe partij 45.000 halen? Bij 10.000 stemmen hebben we al 2 kandidaten. Is dat realistisch? Is dat niet haalbaar? Volgens mij kan het. Het is een kwestie van mobiliseren. Als jullie allemaal bereid zijn om ons dat vertrouwen te geven, dan zal ik me inspannen. Het is geen toezegging, maar wij gaan ons inspannen. Want ik vind ook, wij leven hier, we mogen ook meedoen. Ik zal ook hier blijven. Voor onze dochters, voor onze kinderen, voor onze Nani en Adi, voor iedereen gaan wij dat doen. 20 kandidaten, hun staan er genoeg. Dankjewel.
Ik ga naar... Jij steekt al de hele tijd je vinger op, dus ik kom gewoon naar jou toe. Maar dus echt even heel sterk blijven bij de mooie kwestie die Shashi inbrengt. Waarvan ik het hele publiek zag knikken van inderdaad. Er zijn veel kandidaten, maar in hoeverre stemmen we straks voor niets? Dat is eigenlijk wat je zegt, toch? In de eerste plaats word je raadslid voor alle Hagenaars. Ik heb 30 jaar geïnvesteerd in alle culturen. Ik reken op de Hindoestaanse gemeenschap. Maar ik reken ook op de culturen waar ik heel hard voor gewerkt heb. En ik geloof echt wel dat wij als Hindoestanen een wethouder kunnen leveren. Ik ga niet vertellen waar het vandaan komt, maar onze partij heeft gezegd... als we voldoende stemmen halen, voldoende stemmen, in slagkracht met 6 personen... kunnen wij in theorie een Hindoestaanse wethouder leveren. Groep de Mos kan hem leveren. Oké, dat is een hele heldere belofte.